Hi, deze instructie gaat over Socrative. Socrative is een programma waar je eenvoudig toetsen en quizzen mee kunt maken. Ik ben Ingeborg van mbomediawijs.nl. Oké, Socrative. Zodra je op de website binnenkomt, kun je hier een account aanmaken. En als je dat gedaan hebt, kun je hier vervolgens naar de login. Je ziet een studenten- en een docenten-login. De docenten moeten een account aanmaken, maar de studenten hoeven dat niet. En daarmee is dit programma meteen AVG-proof. Als je dan vervolgens ingelogd bent als docent, dan kom je hierin terecht. Wat meteen opvalt is de naam die hierboven staat. Dat is de naam van de kamer. Laat ik meteen even zien. Als een gratis account heb je maar één kamer. Dat betekent dus dat je maar één quiz tegelijk kan doen. Dus je kan niet meerdere verschillende quizzen met verschillende klassen tegelijk doen. Dat kan alleen als je overstapt naar Socrative Pro. En dat is de betaalde versie. Ik red het tot nu nog keurig met de gratis versie. Dat is geen enkel probleem. En die naam, als je binnenkomt, dan, of als je een eerste account hebt aangemaakt, dan krijg je een hele rare naam. En die kan je dus hier kan je die eventjes wijzigen. Dus dat is altijd fijn om te weten, zodat het wat makkelijker is voor de studenten om in te loggen. Dan ga ik even terug naar het eigenlijk beginscherm. Wat zie ik hier allemaal voor opties? Ik heb hier een quiz en een space race. Dat zijn eigenlijk de quizzen of de toetsen. De quiz is iets wat ze op jouw tempo kunnen doen of op hun eigen tempo kunnen doen. De space race is iets wat ze sowieso op eigen tempo kunnen doen, want er staat niet voor niks race bij. Dus het is racen wie er als eerste klaar is, of eigenlijk dat nog niet eens, maar wie de hoogste score heeft behaald. Met een exit ticket kan je drie standaardvragen. Die staan in het Engels, staan klaar om eventueel de les mee af te sluiten. Nou, die heb ik persoonlijk nog nooit gebruikt, want die vraag stel ik dan liever zelf. En we hebben dan de quick question, en dat is precies wat het is. Daar hoef je eigenlijk niet heel veel aan voor te bereiden. Je kunt tijdens de les snel een vraag typen om aan de klas te stellen. Ook kun je direct op start klikken en dan vervolgens de vraag gewoon uitspreken, mondeling. En dan kunnen ze wel antwoord geven via Socrative. Oké, hoe maak ik een quiz? Want om deze quizzen af te nemen in de klas, moet je eerst een quiz aangemaakt hebben. Ik heb hier al een aantal staan, maar ik zal eventjes laten zien hoe ik een nieuwe quiz ga maken. Dan zeg ik Create New. Ik geef hem een goede naam. En ik kan starten met verschillende vragen. Ik heb drie verschillende soorten vragen. En ik zal ze eventjes laten zien. De eerste vraag die ik ga stellen. En het antwoord, dat is in dit geval fout. Dus ik geef hier fout als antwoord. Daarmee wordt meteen de quiz beoordeeld, of de toets beoordeeld. Bij explanation, en dat is nou zo leuk van Socrative, kan je dus nog een uitleg geven waarom iets wel of niet goed is. Dus op het moment dat ze de toets op hun eigen tempo doen en het is niet goed of het is wel goed, dan krijgen ze meteen eigenlijk feedback waarom iets wel of niet goed was. Oké, de volgende vraag. Ik doe een multiple choice vraag. En de vraag zal zijn. En ook hier kan ik het juiste antwoord aangeven. Als ik nou een quiz doe waar ik geen juiste antwoorden heb, zoals bijvoorbeeld een evaluatievraag, dan hoef ik daar geen antwoord aan te geven. Dan werkt dat in principe ook. Oké, ik geef hier even geen antwoord in. En dan heb ik hier nog een short answer. Correct answers kan ik hier aangeven, dus het is een soort van open vraag. Oké, en als je al je vragen gesteld hebt, dan ga je hem bewaren. En dan gaan we even terug naar de launch. En daar kunnen we dan vervolgens de quiz starten. Nou, wat doe je als eerste? Je gaat of kiezen voor een quiz of voor een space race. Ik kies hier even de quiz. Je kiest de quiz die je wilt gaan inzetten. En dan hebben we hier een aantal verschillende methodes. De instant feedback, dat betekent dat studenten krijgen de vraag in een vaste volgorde. En ze krijgen die feedback die ik zojuist heb ingevuld. Bij open navigatie, dan krijgen ze de vraag in een willekeurige volgorde. Ze kunnen hun antwoorden nog aanpassen naar de invoer, maar ze krijgen nog geen feedback.
En teacher-paced, dat is, lijkt me duidelijk, dat gaat op het tempo van de docent. Ik kies voor deze. Er staat hier namen invullen. Dat is wel handig. Ik heb natuurlijk gezegd dat het AVG-proef is, dus ze kunnen gewoon hun eigen naam, voornaam invullen. Of een naam die jij hebt toegewezen als docent, zodat je in ieder geval wel kan achterhalen wie welk antwoord heeft ingevuld. Of misschien is het wel helemaal niet nodig in de quiz die jij gesteld hebt. En wat ik natuurlijk fijn vind, is dat je wel die feedback kan geven. En start. En dat is wat er dan gebeurt. Je ziet hier meteen een tekentje als zijnde dat er een quiz is gestart. Dat betekent dat die nu loopt. Dus nu kan in principe iedereen gaan inloggen en de vragen gaan beantwoorden. Daarom ga ik nu eventjes naar de studentlogin om dat eventjes te laten zien. De roomname, dat is de kamernummer die ik heb aangegeven. Join. Ik kan mijn naam ingeven. Nou, dat ben ik dus. En hier komt de eerste vraag. Er staat incorrect. En ook wat het goede antwoord is. Nou, dat was niet zo moeilijk bij een true-false vraag. En ook de uitleg staat hier vervolgens bij. Ik zal ook nog een goed antwoord geven. Hey. En vervolgens kan ik hier een antwoord gaan geven. En het antwoord is dit. En dat heb ik goed ingevuld. Oké, dit is wat de student te zien krijgt. Hij is klaar met de quiz. En hij wacht als het ware dat ik weer wat nieuws ga doen. Maar ik hou het hier eventjes bij. Wat ik jullie nog wel eventjes mee wil geven, dat is het volgende. En daarvoor ga ik weer eventjes terug naar mijn eigen pagina, naar de result pagina. En daar zie je dus in dit geval dat ik ben dan de enige die de quiz gedaan heeft. Welke antwoorden zijn fout, welke antwoorden zijn goed. Dus ik kan hier eigenlijk ook meteen een score uithalen. Als je het AVG-proef wil doen of je wil het in de klas laten zien, dan kan je de namen eventjes uitzetten. En ik kan zelfs de antwoorden uitzetten, zodat de studenten dat niet allemaal zien terwijl de quiz bezig is. Dat is heel fijn. En ik kan, en dat vind ik super fijn, meteen eventjes naar de vraag toe. Dus je kan hem heel goed gebruiken en inzetten om meteen klassikaal feedback te geven. Wat ging goed, wat ging niet zo heel erg goed. En ik zie hier mooi nog een tekstfoutje. Nou ja, dat kan ik dus altijd nog even corrigeren. En je ziet ook dat deze blijft openstaan. Dus op het moment dat deze blijft blink namen, dan weet ik dus dat ik nog een toets open heb staan waar ik wat mee kan. En hier kan ik dan vervolgens klikken op finish. En dat is ook heel fijn. Ik kan hier dus nog kiezen voor een kaart, zoals ik die net al had zien. En ik kan ook een report krijgen in bijvoorbeeld een Excel of een PDF-je. Dat kan ik meteen downloaden, dus ik heb meteen eigenlijk de cijfers, of in ieder geval de resultaten. Daar kan ik zelf nog een cijfer van distilleren natuurlijk, hoeveel vragen er goed waren. Of laten mailen naar mezelf, zodat ik de resultaten meteen heb. Ik laat jullie als allerlaatste nog eventjes zien hoe dat eruit zou kunnen zien in het volgende versnelde filmpje. Nou, hoe leuk is dat als je kunt zien terwijl de toets loopt, wat er allemaal ingevuld wordt, goede antwoorden, verkeerde antwoorden. Studenten die misschien wat langzamer zijn, studenten die wat sneller zijn, dan kan je natuurlijk weer een heleboel extra dingen uithalen. Even resumerend, Socrative, wat kan ik ermee tijdens mijn lessen? Het is een handige tool om lessen mee te evalueren. Je kunt Socrative gebruiken om toets mee te geven of juist om voorkennis mee te testen. Je kunt multiple choice, goed-fout vragen afwisselen met open vragen. Het scheelt een hele hoop nakijkwerk, want het wordt meteen in principe in een Excel-bestand kan je het terughalen. Je kan het ook anoniem laten invullen door de studenten, waardoor je ook eventueel gevoelige onderwerpen mee kan bespreken. En doordat je live ziet welke student met de vraag bezig is, vallen er wat tragere studenten op. En ik heb het net als voorbeeld laten zien op de computer, maar de studenten kunnen het ook gewoon thuis of onderweg maken. Het hoeft niet per se in de les, het kan ook op een smartphone. Dus dat is een extra leuk ding waar je misschien wel ook onderweg opdrachten mee
kunt opleuken. Oké, dit was het. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En tot het volgende filmpje.